Op het presidentieel paleis heeft vanmiddag de ondertekening plaatsgehad van twee raamwerkovereenkomsten. Het gaat hierbij om een raamwerk met betrekking tot de uitvoering van het Dalian 4-project, als ook een grant van de Republiek China voor de bouw van de eerste fase van de woningen in Nederland. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën en de Chinese ambassadeur Zhang Yingchong plaatsten namens hun respectieve regeringen hun handtekening onder de overeenkomsten. Volgens Hoefdraad geeft deze ondertekening weer eens de versterking van de relatie Suriname-China van meer dan 40 jaar aan. De bewindsman memoreert dat we twee weken terug ook een mijlpaal hadden, namelijk de ondertekening van een bouwwoningcontract tussen de Surinaamse Postspaarbank en de Chinese prefabfabriek Broad Homes. En nu deze twee raamovereenkomsten, zegt Hoefdraad. Het tekenen van een raamwerkovereenkomst met de Volksrepubliek China ten aanzien van een donatie die zij hebben gedaan voor huizenbouw. We praten over het eerste gedeelte, 100 RMB, goed genoeg voor 350 huizen. Als ik me even van financiën beweeg richting het technisch gedeelte, dat natuurlijk voor ons, waar woningbouw een vraagstuk is, toch wel een opleving, een behoorlijke opleving zorgt. Verder zijn wij gereed om te gaan richting verder verbeteren van de infrastructuur. Het raamwerk ten aanzien van Dalian 4. U weet dat Dalian langer dan 20 jaar in Suriname aanwezig is. We hebben enorm veel bijgedragen richting versterken van de infrastructuur. Dit project, dat reeds langer dan 3 jaar in voorbereiding is, komt eindelijk tot voltooiing. Dus dit is nog steeds nog een ander symbool van onze goede relaties. Dus ons land is inderdaad gereed om verder te gaan met deze goede betrekkingen. En onze regering besteedt ook heel veel waarde en aandacht aan de goede betrekkingen tussen onze twee landen. Dus ik hoop dat met deze raamovereenkomsten kunnen wij de projecten tot stand te brengen en goede belangen van het volk te kunnen begroeten. Aldus ambassadeur Yingchong vandaag op het presidentieel paleis bij de ondertekening van twee raamwerkovereenkomsten. Via deze overeenkomsten krijgt Suriname ter financiering van een aantal projecten een bedrag van 15 miljoen yuan. Dat is dus omgerekend $2,2 miljoen van China.